Good evening, Orenburg. Yes, welkom. Bedankt voor weer af te komen allemaal. Een waar plezier om hier te mogen staan vanavond in Antwerpen. Hey, ik heb een decor meegebracht zelfs. Voor alle. Van een faillissementje. Dus. Het was goedkoop. Het was een geflopte musical. Dus, pakken we mee. Nee, maar ik dacht, ik pak het mee, want ik vind, je kunt niet over 2014 babbelen zonder 1914 mee te pakken in een of andere manier. Want jammer genoeg liepen er nogal veel parallellen tussen de twee. Hè? 1914 begon ook keigoed en is alverwege het jaar een beetje om zeep gegaan. Zoals je misschien nog wel het zindermint die dat nog wel weten. Nee, maar dat is jammer. In 2014 een beetje hetzelfde. Hè? 1914 begon super. Er waren een paar nieuwe films van Charlie Chaplin uit. Tango was hip. Wij, de Belgen, hadden net een nieuwe cadeau gekregen van koning Leopold. Wij hadden de Congo gekregen. Merci, onkel Leopold. Hè? Zo, wow. En we later moeten teruggeven, zo bleek. Dus een beetje een vergiftigde cadeau. Maar op het moment zelf blij. Bracht toen een massale migratie op gang ook van Belgen die migreerden naar de Congo voor daar te gaan werken. Niet geheel zonder controverse, zoals je misschien wel weet. Hè. Ik weet nog dat de toenmalige minister van asiel en migratie in Congo zoiets had van zeg, wat is de economische meerwaarde van die kolonisten? Vond ik een beetje aangebrand. Hè. Dat kost hier handenvol stukken van mensen zitten. Vond ik er wat over. Alleszins, dat begon goed. En dan halverwege het jaar is het een beetje in de soep gelopen. Hè. 1914, er breekt een wereldoorlog uit. En hoe, dat weten we nog altijd niet exact. We weten wel, het is begonnen met de moord op prins Frans Ferdinand in Sarajevo, maar dat was maar een ginster in het kruidvat. Waarom dat die oorlog echt begonnen is, daarover tasten we nog een beetje in het duister. We weten wel, het begonnen is door drie koningshuizen. Keizer Wilhelm in Duitsland, King George in Engeland, tsaar Nicolas in Rusland. Drie neven van elkaar ook, trouwens. Dat was familie. Ik weet niet of je dat weet. Vroeger waren koningshuizen allemaal inteeld, nu niet meer, hè. Nee, dat zie je dat al lang geen inteelt niet meer is. Come on. Bij ons ook niet. Er wordt al minstens 10 jaar niet meer in de familie gepoept. Nee, maar vroeger wel. Dus het feit dat dat neven waren, wil zeggen dat Wereldoorlog 1 eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen familieruzie is. Sorry daarvoor. Hè? Waarschijnlijk begonnen, zoals zoveel familieruzies in koningshuizen destijds, hè, aan de kersttafel, rechtstaan. Gij smeerlap, gij hebt mij bedrogen met mijn nicht. Ja, maar dat is ook mijn nicht. Ja, en dan? Hè, zoiets. Of de andere theorie die historici wel durven bezigen, is dat het gewoon weer even te lang vrede was in Europa. En vrede is saai, natuurlijk. Dat weten jullie ook. Kijk naar ons. Op dit moment, een kleine oorlog zou een welkome afwisseling zijn. Als je even eerlijk bent, een kleintje zo, dan denk je van, kom op. Want kijk naar Europa. 70 jaar vrede volgend jaar. En waar is Europa mee bezig geweest in 2014? We hebben een universele gsm-lader gestemd. Want ho, ho, ho. Zitten jullie thuis ook vol met schaven vol verschillende gsm-laders? Straks zitten we met schaven vol dezelfde gsm-laders. Veel beter. En dan pakten we universele lader mee op reis binnen Europa naar Engeland. Shit, dat past hier niet in de prijs. Een universele prijs, daar moeten we ook eens aan denken. Hè? Come on. Ik bedoel, daarmee zijn we bezig. Of wat heeft Europa nog beslist? We gaan het maximum vermogen van de stofzuigers limiteren op 1000 watt. Voor de venten in de zaal, 1000 watt, dat is deze. Hè? Hij zit er eigenlijk in. Dat is 1000 watt. Dus voor de alleenstaande mannen in de zaal, koopt u dit jaar nog een stofzuiger, want die van volgend jaar gaat niet meer trekken. Hè. Maar een tip. Dat is een half applaus, deze. Dat is, En de helft van de zaal ziet... Om dringend je zakjes leeg mogen stoken. Nee, maar met 1000 watt gaat het niet trekken. Ik denk dat we weer zo'n underground scene gaan krijgen, gelijk met de Camino's vroeger. Van die gasten die thuis in de garage een stofzuiger gaan opfokken, zo. Ik heb er 6000 watt uitgekregen, maat. Op het weekend dat flikken aanbellen. Ding dong. Waar komen die stofzuiger op de rollen zitten, vriend? Die shit krijgen we dan weer, hè?
Maar daar zijn we mee bezig, weet je. Of zo, wat hebben we nog? Triviale dingen zoals Annemie Turtelboom met een dubbele achternaam. Het zou toch goed zijn dat we een dubbele achternaam hebben? En ik denk dat jullie reageerden zoals ik, met... Waar zijn jij mee bezig? Je hebt niks anders te doen voor het moment, of wat? Dat was ook een idee dat vanuit Europa kwam. Annemie Turtelboom wou een dubbele achternaam. Die wou misschien kinderen maken met meneer Teenage Mutant Ninja. En dan heel funky. Kinderen die bij voorbaat al gefnuikt worden in hun academische carrière, want doe zomaar eens examen. Ja, schrijf bovenaan elk blad naar uw naam. Jean-François Teenage Mutant Ninja Turtelboom. Pennen neer, afgeven. Maar dat was een wetsvoorstel dat ook nergens op trok, hè, dames en heren. De eerste tekst van dat wetsvoorstel luidde als volgt. Als de ouders het niet eens worden over de naam, krijgt het kind automatisch een dubbele achternaam. Als de ouders het al niet eens worden over de naam, zou die dan wel een kind moeten maken. Krok dat niet uit de naam, blijft ook uit de foef. Klaar een tip van mij? Klaar een tip? Want er gaan nog zwaardere beslissingen gemaakt moeten worden, hè? In de opvoeding van uw kind dan zijn naam. En dat had ook weer een hoop situaties opgeleverd. Pak nu mijn vriendin bijvoorbeeld. Die komt uit de Kempen, dus die heet met een achternaam 50% kans Janssens of 49% Pieters, inderdaad. En 1% Bonen, dat zijn de drie namen in de Kempen. Het is een gezegende Pieters. En die is zo kempisch dat alle twee haar ouders ook elk Pieters heten met hun achternaam. Dus dat was even heel spannend voor die ouders na die eerste kus. Hè. Hoe heette jij? Pieters? Shit. En tante Maria? Ja, fuck. Maar wacht, wacht, rustig. Het is niet mijn thuis. Iedereen heeft gewoon een tante Maria. Dat is dus geen familie. Rustig. Het is niet van tante en kom, wil ik. Dat is normaal. Het is Kempen. Rustig. Wat ik bedoel is, mijn vriendin had bij gevolg dan met haar achternaam Pieters Pieters geheten. Hoe legde dat uit? Waarom heette jij Pieters Pieters? Ja, mijn ouders schrokten er niet uit of ze de naam van de vader of die van de moeder wouden. Van die trivia, daar zijn we mee bezig. Of Midden-Brabant, nog zo een. Een ideeke van onder meer Bertje Somers. En die kwam daarmee af, dames en heren, de dag na de grote nationale betoging in Brussel. Er had juist 130.000 man door Brussel gemarcheerd. Dat Peugeot lag nog op zijn kop. Ze waren dat nog altijd aan het nablussen. En de Bert kwam erbij. Zeg, anders noemen we Antwerpen Midden-Brabant. Het is niet het moment, Bert. The fuck? Er zou toch een soort comité mogen beslissen of dat de goede timing is, hè, dames en heren, voor zoiets te lanceren. Want Bart Somers heeft een dag daarna een nieuw persbericht gelanceerd dat niet veel te lachen was. Daar zijn wij momenteel geraakt. Dat je dan zo een voetnoot moet geven bij uw wet. Test voor echt, hè. Ah. Come on. En wat voor een gevoel voor timing heb je dan? Heeft een Bart Somers dat thuis ook? Hè? In een passionele vrijpartij met zijn vrouw zo totaal zo... Oh, schatje. Zeg, hoe laat moeten we naar de begrafenis van Fabiola morgen? Nu niet, Bart. Midden-Brabant. Voor de duidelijkheid, zei hem. Dus voor de duidelijkheid, hè. Voor de duidelijkheid noemen we de bovenste provincie Midden-Brabant, de middelste Brabant en die ten westen ervan Oost-Vlaanderen. Voor als de Dutch nog eens binnenvalt, dan weet je ook niet waar dat hem terecht... Midden, dat is waar. Om maar te zeggen, daar waren we 100 jaar geleden niet mee bezig. Hè? Met dat soort tierlantijntjes. 100 jaar geleden waren we op dit moment volop bezig in the Great War. De grote oorlog. The war to end all wars, dachten we toen. We hadden er zelfs nog geen cijfer achter gezet. Vanaf nu kunnen we blijven tellen. Hè? 100 jaar geleden brak een grote oorlog uit. En ja, het school eigenlijk niet veel of die net niet gebeurd. Of toch niet doorgegaan. Want we dachten... dat die rap gedaan ging zijn. Hè? Wereldoorlog 1, als je de beelden ziet van de gasten die op de trein vertrekken op het front, dat is zo wuiven en oh, tegen kerstmis zijn we thuis, we gaan even gezellig op kamp. De waarheid bleek gruwelijker te zijn.
Kerstmis 1914 liggen de soldaten ingesneeuwd aan het front, ingevroren in loopgraven. In de Westhoek. Tixmade, Ieper, die plekken. De geallieerden in ene loopgraaf bibberend, de Duitsers aan de overkant. En op die waanzin van die oorlog wordt duidelijk voor de soldaten zelf. Die zien wat voor nutteloze dingen dat ze daar aan het doen zijn. Eigenlijk. En op een gegeven moment breekt daar vrede uit aan het front. Kerstmis 1914. Plotseling hebben alle die soldaten er genoeg van. We weten niet exact hoe. Waarschijnlijk is dat begonnen in de loopgraaf van de geallieerden. Van, Fons, ik ben beu, man. Heb jij witte vlag bij? Kom. Geen witte vlag? Tuurlijk niet. Dat pakte niet mee in het front. Hè? Geef de onderbroek dan. Kom. Hoppakee. Die onderbroek op een bajonet en waven boven die loopgraaf. En aan de overkant zit een Duts te zien. Hè? Frits, aan de vlaggen. Weiss, braun, weiss. Wat betekent dat? Weiss ik niet. Hè? En er breekt vrede uit. Die gasten komen bij elkaar en die ontmoeten elkaar. Die drinken thee. Die zien dat de vijand helemaal niet die karikatuur is dat hun eigen propaganda ervan gemaakt hadden, maar ook gewoon een mens die niet weet wat hem daar staat te doen in de modder. Hè? Dus die oorlog die staat op losse schroeven. Tot grote angst natuurlijk van de helden van Wereldoorlog 1, de leiders, de koningen en keizers die op gevaar van eigen leven thuis veilig in de bunker met een sloeven aan een spelletje Risk ontspelen zijn. Die zien hun spelletje naar de knoppen gaan. Dus die oorlog moet dringend herbeginnen. En historici vermoeden dat dat gebeurd is met een list. Men vermoedt dat er spionnen zijn gedropt achter de linies van de geallieerden om zo wat ideetjes in de mensen hun kop te fluisteren. Zeg, mannen. Het is misschien wel gezellig als we een partijke shotten met een Duts. En daar is het misgelopen, hè, dames en heren. Dat was de laatste keer in de wereldgeschiedenis dat de woordjes gezellig en shotten tegen een Duts in één zin werden gebruikt. Want dat is nooit gezellig, hè. Shotten tegen een Duts. Dat moeten we maar eens vragen aan de Brazilianen. Hoe gezellig dat is. Shotten tegen een Duts. Hè? Het was WK, Brazilië, Duitsland. Het was 5-0. Ze hadden kunnen stoppen. Nu, nee, blijven deurgang. Totale vernichting. Trokken in aas. Gefikt. Die Braziliaan huilend op de grond, bloeien in de douche, de almers en zo. Dat was niet gezellig. 100 jaar geleden evenmin waarschijnlijk. Hè. Dat is er op dezelfde manier uit de hand gelopen. Er begint een spreekkoor of een zangkoor hier bij de geallieerden. Keizer Wilhelm, aan moeder is een oer. Hè. Maar ja, keizer Wilhelm, zijn moeder, was natuurlijk ook de nicht van tsaar Nicolas en van King George. Dat was al direct ambras bij de geallieerden. Die Duitsers nog een schipje erbovenop. Waar is die een oorlog? Hier is die een oorlog. Huppakee, en die wereldoorlog herbegint. Alle chance, want anders hadden wij niks te herdenken dit jaar. Zo kun je het ook bekijken. Dus, hup, dat zijn de kleine zelfstandigen. Hè. Hey. Ah ja. Dat is ook. Wereldoorlog 1, de herdenking, is een enorme bron van inkomsten voor heel veel mensen. Vooral in West-Vlaanderen, daar zijn ze, hey, waar het front zich toen bevond. Vooral. Daar zijn ze begonnen met een fakkeltocht, bijvoorbeeld. Lichtfront, allemaal fakkels. Ik weet niet of je gezien hebt. Dat is weer goed gezien van die West-Vlamingen. Hè. Blijven toch allemaal ondernemers daar. Straks valt hier overal de Nellen Tricket. En waar zitten alle fakkels? In West-Vlaanderen. 30 euro voor een fakkel, maat. Kom. Allee, ze hebben daar streekproducten. Ik verzin ze niet, hè, dames en heren. In Ieper verkopen ze in Flanders Fields paté. Met echte stukjes Duits. Hè? Allee, come on. Dat is er toch een beetje over. Ze hebben daar chocolade handgranaten. Dat is nog juist geen kerststronk in de vorm van een obus. Zo, hè? Met wat mosterdsaus erin. Voor noten dieke sfeer, hè? Dat is toch een beetje een misplaatst. Dat is gelijk een musical van Wereldoorlog 1. Is dat een onderwerp voor een musical, Wereldoorlog 1? Wat is het volgende? Een musical over de Holocaust? Kringering, kringering. Doe dat toch niet. Dank u, zou ik niet. Ik ben blij dat je het met mij eens bent. Nee, dan de smaakvolle herdenkingen van Wereldoorlog 1. Zoals een pontonbrug over de Schelde leggen, bijvoorbeeld. Oh, daar hebben ze buiten Antwerpen plezier mee gehad, dames en heren. Kijk, in West-Vlaanderen kom, daar is een kwartier. Wat pontonbrug, Ik vond het goed geranceneerd. Ik vond het zeer waarheidsgetrouw geranceneerd. Vooral de slechtgezindheid. Die was perfect gelijk 100 jaar geleden. Hoe lang moeten wij na nog staan? Dat is toen ook. Dat heb ik gezien opnieuw. Ik ben zelf niet geweest. Hè.
Ik bedoel, als ik met 10.000 man slechtgezind wil aanschuiven, kan ik ook op de ring rond Antwerpen gaan staan. Weet je niet? Niet speciaal voor naar het geld. Maar het lijkt wel jammerlijk genoeg alsof dat de grote herdenking van Wereldoorlog 1 in de wereld een heropstarten van Wereldoorlog 3 is. Hè. Dat lijkt het algemene thema te zijn. Tot in Syrië wordt zelfs mosterdgas gebruikt door Bashar al-Assad. Dus het lijkt wel alsof we Wereldoorlog 1 herdenken door er een nieuwe te beginnen op dit moment. Hè. Dat is heel jammer. Want volgens de laatste telling waren er op dit moment nog 11 landen in staat van totale vrede in 2014. 11 landen die niet in een of ander conflict betrokken zijn. En dat is jammer, want 2014 begon ook heel goed. Hè. Ik ga even terug in uw kop naar maart. Er was nog geen vuiltje aan de lucht. Maart 2014, Oekraïne was nog één land, de Gazastrook stond nog recht. ISIS, dat was een of andere chocolatier in West-Vlaanderen. Hè. Nog nooit niet van gehoord. En halverwege 2014 is het om zeep gegaan. Het begin was... Weet je nog dat filmpje dat rondging op de wereld? I'm so happy. En heel de wereld stuurde video's in. Allemaal mensen aan het dansen op hetzelfde filmpje. One World, van Iran tot Amerika, van Afrika tot Azië. Iedereen, jongens, samen. Er gingen filmpjes rond van een ice bucket challenge. Mensen die een ijzemmer over hun kop kapten voor het goede doel. He, 4 weken later de bronchit challenge. Voor al die mensen die een ijzemmer over hun kop... En er waren dingen... Wij gingen nog meedoen met WK. Wij reden allemaal rond met Belgische vlaggen zochtjes op onze spiegels. Een Vlaamse leeuw op die nummerplaat. Turkse muziek op de radio. Lalalalalala. Dat was plezant. BHV was gesplitst. Alle chance. Want anders... Oh. Of, het is toch gesplitst, hè, of niet? Ja, hè? En wij hebben gewonnen. Zo is het, hè? Ik weet niet. Ik merk niet zoveel verschil gewoon. Dus zo, oh, dat zou 48 jaar lang het struikelblok van de Belgische politiek. En nu is het opgelost. Ja, dan gaan we over die tenders zagen, hè. Ja. Ik weet niet. Zeg, dat gaat toch geen afleidingsmanoeuvre geweest zijn, mensen? Die in BHV. Dat denk je toch niet, hè? Zo van BHV. Zo gelijk een balken voor een labrador. Zo balken, 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 balken. Zeg maar, ik heb zo het gevoel dat we uitgekleed worden door de fiscus, ingezeept door politici en in de nol gepakt door grootbanken. Nee, 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 balken, 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 balken. Balken, balken. BHV. Dat kun je, hè? Maar het is gesplitst, alle chance. Hè. Ding is, de verkiezingen kwamen er nog aan. De moeder der verkiezingen kwam eraan. Met het gezag achteraf bleek het eerder de schoonmoeder der verkiezingen te zijn. Maar die kwamen er nog aan. Dat wil zeggen, dames en heren, jullie waren toen nog kiezers. Weet je nog hoe dat voelde, kiezers zijn? Oh, dat is goed, hè. Kiezers zijn. Je mag je stem laten horen. Je mag de kaarten schudden. De kiezer schudt de kaarten. Er wordt u van alles beloofd. Je gaat van alles krijgen. Nu zijn er terug burgers. Dat is niet zo goed. Burgers moeten zwijgen en betalen. Maar ja, want de kiezer heeft gesproken, dus de burger moet lusteren. Ja. Maar toen niet, we waren nog kiezers. We kregen folders in de bus met allerlei beloftes, samen met de andere reclamefolders, met de andere leugens hier en daar. Allee, ja, ik wil maar zeggen, ik wil niet de populisten tangen, maar in die verkiezingsfolders stonden hier en daar een paar onwaarheden in, hè, dames en heren. Ik vind een beetje... Het verschil is, bij de reclamefolders zitten er nog kleine witte lettertjes bij. Dat zouden ze bij de kiesbrochures er ook mogen bij zetten. Belofte is geldig tot 25 mei. Hè? Zoiets. Dank u wel. Actie niet cumuleerbaar met andere partijen. Zoiets. Gewoon voor de eerlijkheid, kom aan. Want in de 4 folders van de 4 partijen die nu in de meerderheid zitten, Open VLD, MR, N-VA, CD&V, stond 4 keer 1 klein regeltje. Bijvoorbeeld, stond 4 keer in, 3 keer in Nederlands, 1 keer in Frans, pensioenleeftijd behouden op 65. Die verkiezingen zijn voorbij. Ja, we hebben nog eens met z'n allen samengezeten. We gaan er toch 67 van moeten maken. Ja, dat wisten we 2 weken geleden nog niet, maar ja, toen kwamen de verkiezingen er nog al. Nu, pas op, ik snap dat je moet onderhandelen om tot compromissen te komen. Maar toch niet over dingen waarover dat je het al eens waart. Wat voor een rare vergadering is dat?
Mannetjes, opletten, pensioenleeftijd. 65, 65, 65, 65. Kloppen af op 67. Oké, volgende punt. Is dat, wat is dat, 2 jaar fooi voor de garçon of zo? Ik vind dat wel raar. Weet je wat ik denk? We hadden de bonneman moeten loslaten op die verkiezingsbrochures, man. Ken je de bonneman, die Robin Hood, die de blokker leeghaalt met 10.000 bonnen voor gratis tuinstellen? Den die loslaten op die verkiezingsbrochures. Ik ben er zeker van, dan gingen we allemaal op ons pensioen op 35, 1.000 euro terug van de belastingen en 3 kilo diepvriesbroccoli. De man. Zeker. Want dit was gewoon een beetje een grote desillusie, hè. Daarna vond ik toch. En één grote desillusie die zich na de verkiezingen in de tweede helft van het jaar doorzette, maar op wereldvlak en nog een trapje erger. Ik weet nog, voor mij was het jaar om zeep halverwege ergens, begin van de zomer, met één journaal. Eén journaal waar dat een paar snoeiharde berichten elkaar opvolgden. En dat was, ik weet nog dat ik toen dacht van, ja, deze was hem dan. Hè. Het eerste journaalbericht ging over 4 kindjes op een strand in Gaza die werden opgeblazen met een granaat. Het tweede bericht ging over een vliegtuig boven Oekraïne dat uit de lucht werd geschoten met 298 dooi. En het derde bericht, weet je nog, die 2 jongeren die ontdansen waren op Happy uit Iran, allemaal veroordeeld tot 91 zweepslagen. Huppakee. Maar er is ook goed nieuws, die pandas van Paradise hebben eindelijk gepoept vandaag. Yay! Weet je, dat was een klets in mijn gezicht. En dat ging ook gepaard met een surrealisme dat ik niet aan kon gewoon. Alle 3 die berichten, allemaal. Het eerste, die 4 kinderen op dat strand in Gaza die opgeblazen werden. Daarvan zei het Israëlisch leger, dat is de schuld van de Palestijnen. Want die gebruiken mensen als levend schild. Ik denk dat eerder de schuld is van de mens die de trekker overhaalt dan van de mens die per ongeluk voor de kogels loopt. Nee. Zeker als je het soort mitrailletten en raketten gebruikt gelijk het Israëlisch leger. Ja, je moet wel niet in de weg gaan lopen, hè. Kom aan, man. Dat bericht over dat vliegtuig boven Oekraïne dat uit de lucht werd geschoten, dat ging gepaard met een ijzingwekkend filmpje over het radioverkeer. Tussen een rebel die dat vliegtuig uit de lucht had geschoten en zijn kolonel. Ijzingwekkend. Zwart beeld, ondertitels. Dat was alles. En op een gegeven moment zegt hij Grajdanskie, civilian. En het volgende wat hem zei was kurva, shit. En dat werd ondertiteld sterke, sterke, explicit. Ja, want stel dat er iemand gechoqueerd is omdat je shit schrijft, natuurlijk. Vind je dat niet maar een ziek moment om met censuur bezig te zijn? Het was schrik dat je lezersbrieven gaat krijgen van mensen. Zeg, dan zaten we met de kinderen gezellig nog die laken te zien die uit de lucht vielen. Zei er ineens iemand shit en kikken tegen de klamannen mogen uitleggen, hè? Dat is toch ziek? Ik snap dat niet. Dat is gelijk een foto nemen van een massagraf en dan de tepels afplakken met sterretjes. Dat doe je toch niet? Hey. Ik ga er niet aan. En dan gingen we dat afronden met die Iraniërs die dansten op Happy, veroordeeld tot 91 zweepslagen. Want 90 was niet genoeg. Nee, 91. Hè? Waarschijnlijk die rechters die samen zaten. Mannen, 90, 90. Kom nou op 91. All right. En een toetje, de pandas van Paradise. De enige 2 allochtonen waarvan de regering wel hoopt dat ze poepen en klamannen maken. Jee. Huppakee. Mijn jaar was naar de zak toen. En jammer genoeg ontplofte die desillusie voor mij persoonlijk halverwege 2014 op globaal vlak, op wereldvlak. En een pakje erger ook toen dat ineens de wereld in brand stond. Toen ineens Wereldoorlog 3 leek te beginnen. En dat begon gelijk in een slechte B-film uit de jaren 80 met Rusland, die nog eens een land binnenviel. Had ik sinds Rambo niet meer gezien. Hè? De Russen vallen een land binnen, Oekraïne. Enfin, dat, we wisten eerst niet wie dat er Oekraïne was binnengevallen. Hè? Weet je nog? Wekenlang een anoniem leger is Oekraïne binnengevallen. Jawel, die hebben geen vlag mee en zo. Er plakken geen stickers op. Weet ook niet wat dat is, hè? Hoeveel anonieme legers kende je wel zo? Heeft er iemand zo ergens nog een anoniem leger in zijn garage staan? 2 weken terug in West-Vlaanderen. Maar ja, we zijn klaar voor alles, hè, hier. Kom maar, jong. Ja. Een anoniem leger. Excuseer, maar hadden we nu niet vorig jaar al onze privacy,
afgegeven aan de NSA en alle geheime diensten ter wereld in ruil voor wat controle, in ruil voor wat spionage en wat overzicht en wat veiligheid. Zeg, NSA, er is hier net een leger met tanks over de Oekraïnse grens gereden. Ja, hangen er nummerplaten op? Nee? Ja, dan kunnen die camera's dat niet automatisch herkennen. Is... Oké, bedankt. Ik voel mij veilig plots. Hè? Het bleek dan uiteindelijk de Russen te zijn dan, hè, Vladimir Poetin. Die zijn roebel stond weer wat zwak, dus die moest dringend iets doen voor dat nationalisme wat op te wekken. Een oorlog, altijd goed. En in Europa vonden we dat niet zo tof, want ja, wij wouden de Krim natuurlijk. Hè, voor ons eigen. De Krim trouwens afgesplitst op 48 uur. BHV, 48 jaar. In Sovjet-Russia, we split countries in 48 hours. Maar het Westen heel kwaad natuurlijk. Dus Poetin uit de G8 gesmeten. De top van 8 rijkste landen. Terug de G7 was dat. Ik denk dat dat nefaster was voor de feestvreugden op de G7 dan dat dat erg was voor de Poetin. Dat hij er niet meer mee mocht. Ik denk dat wel. Ik denk die volgende vergadering van de G7, dat trok op geen hol, denk ik. Die gasten die bijeenkomen terug. Ciao, bonjour, hey man. Dus, beginnen we aan de vergadering. Hey, goed. Toosje caviar? Ah, nee. Dat pakte de Poetin altijd mee, hè. En de hoeren? Ook. Wow. Is er hier dan niks voor ons? Hier, een doos peren, dat hebben we genoeg. Hey, pak maar. Tussen de Vladimir zijn eigen ontrot amuseren in het Kremlin. Mama, vodka, caviar, blote venten. Woe! Hey. Weet je, Poetin die lust er wel pap van, zo denk ik. Kom op. Hé, hey, als je zo wordt, nee, we zijn tegen homo's, dan heb je iets te verbergen. Hey, kom. Hé, hey, dan zit je niet in touch met je feminine side. Plus, hé, hey, als je van die dingen gaat doen, gelijk, we gaan de winterspelen organiseren in Sochi. Super hetero's, hè? De winterspelen. Al die afgetrainde mannenlijven in die strakke lycra-pakjes die elkaar knuffelend een bobsleighelling afschezen met een schets in hun gat. Woe! Super hetero, hè? Of in een bobslee, zo'n carbon suppositoire door een lange witte darem tegen 200 in deur. John, laat de rem los! Waarom? Dat is de rem niet! Oh, sorry. Super hetero. Kunstschaatsen? Daar ga ik niet over beginnen, hè. Kom aan, ik bedoel, winterspelen, dat is dan nog net één trapje onder Eurovisie Songfestival. De jaarlijkse hoogmis, die uit de hand gelopen Erasmusbeurs van karaokezangers, je kent ze wel. Dit jaar gewonnen door Conchita Wurst, de vent met een baard in een jurk. Dat kan niet, zei de Russisch-Orthodoxe Kerk, dat is een schandaal. De Russisch-Orthodoxe Kerk, dat zijn die gasten met baarden in jurken, je kent ze wel. Kom aan. Denk 5 minuten na voordat je iets zegt dan, hè? Onze lieve heer die liep ook niet altijd rond in een jeansbroek en een brosje. Hey, come on. Jezus Christus, dat was ook altijd zo'n lang wapperend kleed, die manen in de wind. Hey. Een weekendje met 12 gezonde jonge knapen gaan vissen op de boot. Hé, we gaan nog eens vissen, hè. Hey. Jezus, moeten we iets meenemen? Nee, een jute zak en 10 slitsen. Meer recht genoeg. Come on. Waarom ging die vissen? Die kon op die berg toch van 1 vis 40.000 vis maken? Zeg, moeten we dan heel weekend gewoon vissen gaan doen? Gewoon zo. En je hebt volk voor iedereen. Kom op. Hey, waarom hadden al die apostelen altijd zo'n middenstreep op die schilderijen? Blijf tussen ons, hè, jongen. Hey. Café nog. Kom op. Kom maar wat randnoten erbij maken, hè. Dat is weer... Ik dacht dat we er vanaf waren, homofobie. Dat is natuurlijk, ja, ik woon nog in nogal een progressief land op dat vlak, alle chance. We zijn progressief op homorechten en inkomstenbelastingen. Dat zijn onze twee progressieve punten in België. Blijkbaar zijn we er nog niet vanaf. Want alles was weer de schuld van de homo's en van Conchita Wurst. De overstromingen in de Balkan, dat is de schuld van Conchita Wurst, zei de aartsbisschop van Montenegro. De schuld. Ik moet aan denken, 4 jaar geleden hadden nog een parlementair in Israël, Shlomo Ben Isri heette die. Die zei, de laatste 4 aardbevingen hier, de schuld van de homo's. Nu, dat kan, hè. Ik ben geen seismoloog, dus... Weet ik veel. Ik had vroeger op school iets anders geleerd, maar ja, de wetenschap staat niet stil. Misschien hebben ze intussen dingen ontdekt. Maar ik had vroeger op school altijd geleerd dat aardbevingen...
zal de schuld waren van grote plaattektonische verschuivingen in de continentale aardkorst als gevolg van magma-inductie in de mantelkern van de aarde. Hè? Door radioactief verval in de ijzerkern en zo. Weet wel. Hè? Dat had ik geleerd. Maar het kan ook zijn dat er iemand met zijn piemel in iemand anders zijn poep heeft gezeten. Dat kan. Dat kan, hè. Dat, ik zeg niet dat dat niet kan. Maar wat is de meest voor de hand liggende verklaring? Ik bedoel, en dan nog, hoe hard moet er een in zijn gat blaffen voordat je 3,8 op de schaal van Richter hebt? Dat moet al... Nee, dat moet al met alle Chinezen tegelijk afspreken, hè, mensen. Allemaal, niet al, hey. En dan, misschien. En dat kan niet, want een helft van de Chinezen staat zo. Dus het is altijd... Rustig, het kan. Echt. Een paar mensen die list de evolutionaire stap toch nog moeten maken. Ik dacht dat we er waren, maar blijkbaar niet. Tim Cook heeft zichzelf geout als homo dit jaar, de topman van Apple. Ter ondersteuning. Ik ben homo, zei hem. Ik zeg, dat interesseert me niet. Kunnen ervoor zorgen dat dat dingetje mij scheert als het bleef. Met die update en al dat. En daar moeten we toch ook toe komen, mensen. Dat lijkt me toch de eindbestemming. Niet van, ik ben homo. Ja, en dan? Dat is, dan zijn we er toch. Dat is het utopie voor mij. Als jonge homo's die zich outen, botsen op een muur van onverschilligheid. Dan zijn we er. Dat iets wordt gelijk ben, ik ben vegetariër. Oké, goed voor haar, hè. Dan krijgen we zo van die discussies van, ik ben homo. Ja, maar eet je eieren? Ja, nou, dan zit je geen echte homo, hè. Nee. Kom maar. Nee, geen eieren. Zo weet je. Heeft nog wat tijd nodig, denk ik. Maar ik denk wel dat bij Apple dat het een spannend momentje was. Hè? Als Tim Cook zich outen als homo, dat hij zo recht stond op die raad van bestuur. Zo, dames en heren, ik moet iets opbiechten. En die manager daarnet, ik wist het, hè. Ik heb het altijd geweten, hè. Get naar Samsung, zeg het, get naar Samsung. Hey, ik ben homo. Oh, gast, wie niet tegenwoordig? Kom, ga zitten. Zeverer, hè. Als gevolg daarvan trouwens, in Rusland hadden we allemaal mensen die hun iPhone moesten weggooien, want er hing homo aan en zo. Hè. Dat is een monument ter ere van Steve Jobs afgebroken. En een leuke anekdote in die marge is dat het aandeel van Apple intussen zo hard is gestegen dat Apple op zich meer waard is nu dan heel Rusland. Het aandeel van Apple alleen is meer waard dan de hele Russische aandelenmarkt bij elkaar. Dus Apple kan eigenlijk Rusland kopen. En dan swipe, delete. Dat kan. Hebben ze vooralsnog nog niet gedaan. Hè. We hebben wel een andere landengte geswipe, delete dit jaar weer. Hè. De Gazastrook is nog eens tegen de grond gegaan. Volledig plat gebombardeerd. Enfin, er staan nog een paar huizen recht in het Palestijns gebied, dat is waar. Maar dat noemen we Joodse nederzettingen. Die staan nog recht, hè. De rest ligt plat. Uit zelfverdediging, zei de Israëlische politiek. Dat is uit zelfverdediging dat we hier alles dicht plat gooien. Dat is een, je kunt altijd argumenten verzinnen, maar zelfverdediging is niet zo'n goed argument als je zelf de bezitter zei, natuurlijk. Dan kun je niet zeggen, zelfverdediging. Je kunt niet bij iemand inbreken, de eigenaar neerschieten en dan zeggen, joh, ik voelde me toch wat bedraagd door de eigenaar. Dat is een rare logica, hè. Zeker als je de cijfers even naast elkaar legt. 2200 Palestijnse slachtoffers, 73 Israëlische. Wat u ineens het verschil geeft tussen de twee. Hè, Israëli's tellen we individueel, Palestijnen rondwaf. Dat is de harde realiteit. 1 op 30, dat is de verhouding. En dat is een beetje raar, want in het Oude Testament staat er oog om oog, tand om tand. Er staat niet tand om bakkes. En er staat al helemaal niet tand om melk dan. Dus ik vind dat je het een beetje mocht corrigeren dan, die tekst. Hè? Yes. Voetnootje, zeg. Want dat zijn conflicten die tot hier voelbaar zijn. Die houden ons bezig. In Antwerpen ook. Hè. Bart de Wever, de grote verzoener. U kent hem wel. Die zei... Laat ons dat conflictginder niet gebruiken om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten. Dat doet hem niet graag, gemeenschappen. Gewesten wel, maar gemeenschappen die zetten hem niet graag tegen elkaar op.
Op Tomorrowland waren de gevolgen voelbaar, naar het schijnt. Er waren keiveel tickets afgezegd door Israëli's die op legerdienst moesten en door Palestijnen die hun huis terug moesten gaan opbouwen. Dus die hummuskraam failliet, die pitabouwer op halve toeren, dat was door een drama. Het enigste mooie op Tomorrowland vond ik wel dat tribute-nummer. Misschien de mensen die er waren herinneren dat nog wel. De tweede dag, heel die wijs stil, 's middags. En dan zetten ze dat lieken op, ter ere van de Palestijnen die hun huizen kwijt waren. Zo. Clap along if you feel like a room without a roof. Vond ik schoon. Vond ik schoon. Voor de rest, dat is er niet veel aan. Hè. Heel de Gazastrook ligt weer plat. We zijn het nu aan het heropbouwen, alle chance. Er zijn een conferentie bijeengeroepen voor de heropbouw van Gaza. Amerika heeft geld gegeven, Europa ook, 4 miljard, denk ik. Maar maak je geen zorgen, dat komt niet van nul, die 4 miljard. Dat is ongeveer de helft van de winst die wij maakten aan de wapenverkoop aan Israël. Dus je kunt dat aftrekken van de belastingen ook. Dat is niet aardig. Dat moet ook niet zo stevig zijn, want over 4 jaar ligt dat toch terug tegen de grond. Hè? Dat is waar. Moet ik dat schilderen? Nee, man. Tegen dat die dakgoot zwam, hè, ligt de dakgoot al terug hier. Dan kun je er beter terug aan. Hè? Dat is waar, hè. Beetje cynisch van mij, maar het is, ik bedoel, elke mens hier van mijn leeftijd of ouder heeft heel deze zever al 4 keer zien passeren. Dat is de oneindige herhaling van FC de Kampioenen. Hè. Conflict in het Midden-Oosten, vredesonderhandelingen, status quo. Hè. Volgende conflict, vredesonderhandelingen. Dat is gewoon, dat is de oneindige loop. En ik vind het alleen een beetje arrogant dat we dat nog altijd vredesonderhandelingen noemen. Want er wordt niet onderhandeld over vrede, hè. Aan die tafel. Er zit niemand, die gasten hebben alle twee veel te veel te verliezen bij vrede. Die hebben alle twee een gemeenschappelijke vijand en die worden sterker met elke aanslag van de ander. Er wordt niet onderhandeld over vrede. De enige mensen die vrede willen, zijn de mensen in de loopgraven. De Joden en Palestijnen, wie kinderen aan fruit worden geschoten. Die willen vrede. Die gasten rond tafel niet. Hamas heeft een bevolking die sterker en sterker erachter staat bij elke oorlogsmisdaad van Israël. Bij elke zelfgemokte fusée dat zij eens over de muur kunnen schieten. En Israël heeft een rechtse regering van haviken met een bevolking die man en vrouw 3 jaar gehersenspoeld wordt in een legerdienst. Die hebben een bouwsector, een industriesector en een wapensector. Dus die hebben alleen maar te verliezen bij vrede. Vredesonderhandeling in het Midden-Oosten, dat is deze. Mannetjes, vrede, kloppen af op oorlog. Kago, volgende keer. Dat is dat. Maar noem het dan ook zo. Weet je? De twee presidenten van de Palestijnen en van Israël zijn gewoon bidden voor vrede dit jaar. Hè? Mahmoud Abbas en Shimon Peres gingen samen bidden voor vrede. Je bent president, zelf. Zeg, God, kun je zo wat vrede regelen? Kun je dat zelf ook doen, hè? Dat is gelijk aan God vragen voor je gazon af te rijden dit weekend. Dat is rapper gebeurd dat je dat zelf doet, denk ik. Praying for peace, dat is pas fucking for virginity. Come on, laat ons 2 dingen niet doorheen halen. Hè? Vrede en religie. Als er ergens Wereldoorlog 3 uitbreekt, zal het ginder zijn, denk ik. Midden-Oosten, waar dat er elke week wel dit jaar een nieuwe religie uit de grond is gesprongen, gelijk de paddenstoel, waar ik nog nooit niet van had gehoord, die elkaar allemaal haten, gelijk de pest. Dit jaar heb ik geleerd over de Yezidis, de Alawieten, de Soenieten, de Kakkewieten. Ik ga ze ook allemaal niet uiteen. Iedereen haat daar elkaar. Dat is precies backstage bij een Miss België-verkiezing of zo. Elk van die religies heeft zijn eigen terroristische VZW opgericht. Hè. Vroeger, terreur, dat was simpel. Hè. Terreur was Al-Qaeda. Maar dat is intussen zo mainstream, daar wil niemand nog lid van worden. Hè. Al-Qaeda van Peel, waar komt de ga mee af? Dat is echt, dat is 90s, man. Dat is het Studio 100 van het moslim-extremisme. Hè. Ja, man. Dat is terreur voor 8 tot 88. Come on. Nee, elke jonge hipster-terrorist die slaat zich aan bij iemand van de nieuwe VZW's. Hè? Boko Haram, Al-Shabaab. Niet de meest rage namen voor uw terreurorganisatie, maar bon. Boko Haram. Dat is precies iets van Kidnet. Come on. Boko Haram. Hey. Boko Loko. Beetje raar, niet? Vooral als je uit de kimpen zit. Boko Haram, waar is dat? Boko met spik? Boko met gas? Wat? Maar bon. El Shabaab. Dat klinkt ook gelijk een barbershop a cappella mannenkoor van de jaren 50, hè? Hi, we're El Shabaab. Ha, 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 ha. El Shabaab, Shabaab. Ja, la, 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 Shabaab. Pum, pum, pum. Zwat. Maar blijkbaar zijn het rage terreurorganisaties, want die zijn zo zot, die mannen, dat Al-Qaeda al openlijk afstand heeft genomen van die organisaties. Hè.
Al-Qaeda heeft dit jaar een persbericht losgelaten waarin ze zeiden: we nemen openlijk afstand van Boko Haram, want Boko Haram stelt extremisme in een kwaad daglicht. Hoe hard ze er dan te tangen als zelfs Al-Qaeda het idee van: jongens, kan het een beetje minder extreem, alsjeblieft? Dat vind ik hilarisch. Al-Qaeda had dat persbericht gereleased naar aanleiding van Boko Haram, die 200 schoolmeisjes hadden ontvoerd in Nigeria. Weet je nog? 200 schoolmeisjes. En die 200 meisjes die zijn we kwijt. Niemand weet waar die zijn. Sega NSA. Wat zitten jullie er aan het doen op die computertjes eigenlijk? Porno aan het downloaden of wat? Shh, wij zijn een telefoon van Scarlett Johansson aan het hacken, man. Er staan naaktfoto's op, ik ben er zeker van. Oké, bedankt. Dat zijn we kwijt. 200 meisjes en een Boeing boven Maleisië. Zijn we ook kwijt. Zeg, lot maar. Allee, daar moet je het ook niet van. Een Boeing, hè, dames en heren, zijn we kwijt. Dat is groot. Dat past hier niet binnen. Dat vliegt in gecontroleerd luchtruim, radar, boven het Verre Oosten, de meest bespioneerde regio van de planeet. Zijn we kwijt. We weten zelfs niet aan welke kant van Maleisië dat we hem zijn kwijtgerokt, hè. Weten we niet, links of rechts. Zeg, we zijn een Boeing kwijt. Ja, waar heb je het liste gelegd? Ja, ik dacht, hier. Maar ik kan ook hier zijn, of bij mijn sleutels. Of heb er zo geen sleutel langer aan gangen, zo? Ja, we zijn hem kwijt, hè. Godverdomme, hè. Ik ga er niet aan. We zijn hem kwijt. En op een gegeven moment vroegen ze aan het internet om mee te helpen zoeken. Weet je dat nog? Ze hadden 10.000 satellietfoto's van de regio. Zeg, man, dan kun je allemaal eens goed zien of je geen Boeing. Het is 2014. Dat is het equivalent van hand in hand het voetbalveld aflopen, hè. Mannen, we zijn een pottenvel kwijt. Hoe zien? Het is 2014. Wij zijn achteruit aan het gaan, onze mensen in de evolutie. 10 jaar geleden hebben wij een raket gelanceerd die een satelliet of een sonde heeft neergeplant op een komeet. Hè? Op de komeet, 6 miljard kilometer van hier in space. En vandaag zijn we een vliegtuig kwijt in onze hof. Ik zweer het, nog even een hele trick begint uit te vallen en zo van die shit. Ja? Hey. En 2 dagen zonder een trick en we zitten hier. Hè? Pff, gewoon vuur maken, man. Vuur, rap, de fakkel. Oh, die zit in West-Vlaanderen, niet? Allee. Maar the future is bright, ja. Yeah. Maar wel een chance dat de NSA en zo allemaal een oogje in het zeil houden. En dat kostte gewoon onze privacy. Dat was goede koop, eigenlijk. Vraag me wat er gebeurt als de meest succesvolle VZ2, die ik nog niet genoemd heb, IS, aan de macht komt hier. Hè? Mannen van ISIS. Hun topman heet Abu Bakr. Dat is die van Boko Haram nog. Hey. 3 woordmopjes in de conferentie. Verstopt. Voor jullie. Voor de liefhebbers. Nee, maar ISIS is natuurlijk de meest succesvolle VZ2 of the mall, zeggen ze. Want ik geloof dat niet allemaal. Ik denk dat ISIS iets meer krediet krijgt dan het verdient. Ik denk dat die veel dingen zo gezegd hebben gedaan dat die eigenlijk niet gedaan hebben. Ik denk dat wel. Gewoon omdat het heel moeilijk is om te zeggen als die ISIS niet is. Snap je? Nee. Dat krijg je. Dat is een drukke deadline op de krant. Poeh, amai, was dat ISIS? Nee, het is ISIS niet. Het is ISIS. Ja, het is ISIS. Ja. Dat denk ik wel. 9 van de 10. Dat is zelf de reden waarom je nooit een Miss ISIS-verkiezing kunt organiseren. Dat gaat er niet uit. Dus, maar die mannen zijn ontschijnend goed bezig. Wat je ze wel moet geven, ISIS, is dat ze wel zeer goed zijn in hun mediacampagne, social media, en vooral in hun filmpjes. Hun filmpjes zijn echt schoongemaakt, dat moet je toegeven. Multicamera, graphics erover, special effects, een schone rode draad erdoor. Het is echt iets mooi. Muziekje eronder. Nee. Geen muziekje eronder. Dat is jammer. Jammer dat er geen muziek onder staat. Want anders hadden wij onze terreurorganisatie erop af kunnen sturen. Sabam, was er rap gedaan geweest met Jezus. Hè? Helemaal, Allah is groot. Niks, Allah betalen. Kom.
Ik hoop dat we al als een bankrekening even groot is. Hey. Ah, nee, dat niet. Maar het zijn mooie video's, dat moet ze geven. Louter artistiek dan. Veel beter dan die bocht waar dat Osama Bin Laden ons destijds mee lastig viel. Hè? Weet je dat nog? De Osama? Dan, wat voor een... Oh, ja, come on. Dan had hem juist twee vliegtuigen in de WTC-torens gevlogen. Kregen ze bij CNN de week daarna een videocassette van de Osama. Een cassette, hè. Een bandje. Voor de jeugd hier, dat is gelijk een floppy. Dan zitten bij CNN om de deur. Allee, de Osama heeft nog eens een cassetje gestuurd. Hè? John, weet jij de videorecorder nog liggen? Ja, zal ik wel helemaal naar de kelder van de CNN een oude videorecorder gaan zoeken? Sluit hem maar aan. Allee, benieuwd wat dat hem nou weer te zeggen heeft, de Osama. Hè? Allee, hij heeft hem weer niet zelf teruggespoeld, precies. Zullen we dat dan wel weer doen? Play. Streep over het midden van dat scherm en dan krijg je zo een mottig beeld van een oude, ongeschminkte vent met een vale baard ergens onder het lamp van een flikkerende TL-buis opgenomen in de chauffagekelder in Islamabad of zo. Scheve vlag erachter, plastieke karaoke-micro en dan zet je... Draait dat geluid wel. Dat zelfs een Oekraïense death metal band iets zou hebben van gast. Articuleer dat beetje. Die ondertitelaars van CNN, wat zet hem? Wat zal wel Awoe Amerika zijn? Kom, zet dat er maar onder. Sterke explicit. Heb ik een. Allee. Dan is deze veel beter gemaakt. Hè? Dat wil ik maar even zeggen. Maar het zijn schone video's, maar dat is ook niet moeilijk natuurlijk. Want ISIS heeft veel meer productiebudget voor hun video's dan Osama Bin Laden had. Hè? Osama Bin Laden die moest het doen met wat geld dat hem kreeg van de CIA af en toe. ISIS heeft olieraffinaderijen buitgemaakt. En die verkopen 2 miljoen dollar aan olie per dag. En dat kunnen we blijkbaar niet boycotten. Peren wel, olie niet. Ah, nee, Van Peel, dat gaat niet. Hè? Nee, want ja, die verkopen dat op de zwarte markt. Dat zijn tankers, hè. Ik denk dat dat opvalt, op de zwarte markt. Dat is niet dat die gasten hier door het park lopen van... Hé, olie kopen? Zo gaat dat niet, hè. Dat is groot. Ik denk dat dat opvalt, op de zwarte markt. Als er zo op de markt in Bagdad tussen de Najanenboer en de kippenkraam zo heen... Hey, appelsap, hè. Shh. Oh. Tuurlijk. Nee. Dat is olie, hè. Dat kunnen we niet boycotten hebben nodig. Enfin, uiteindelijk, ISIS... Ik wens ze veel geluk met hun islamitische staat. Hè. Nu is het nog allemaal plezant. Nu is het nog jong. Wacht tot dat eerste islamitische staatsbegrotingstekort eraan komt. En het gezag gaat beginnen en uw eerste terroristen willen een brugpensioen. En zo'n kleine coalitie van... Wij zijn dat kalifaat, bij. Wij willen confederalisme. Wat is dat? Juist hetzelfde, maar dan niet anders. Oké. Dus, rap gedaan, ze. Rap gedaan. Alleszins... Op een gegeven moment maakt ISIS wel een kapitale fout. Hè? Want ze waren wel goed bezig en al. Maar op een gegeven moment maken ze de fout van al 10.000 Syriërs ook een blanke zijn kop af te snijden. Dat kunnen wij niet blijven toezien, natuurlijk. Hier in het Westen, dat verstaat ook. Dus hebben wij militaire steun gestuurd om te gaan vechten tegen ISIS. Maar de grap is, wij zijn niet de enige die gaan vechten tegen ISIS. Er zijn van overal ter wereld legers vertrokken. Ook van landen die met elkaar ruzie hebben. Zo is Syrië op dit moment aan het vechten tegen ISIS. Iran is aan het vechten tegen ISIS. Er zijn een paar motorbendes vertrokken uit Nederland en Duitsland om te gaan vechten tegen ISIS. Born to be one. Een roadtrip, man. Je hebt zo'n Amerikaan. Dat is het soort leger van Lord of the Rings dat zich daar aan het verzamelen is. Hè? 3 kobolden, een troll en een ork. Zo. De Belgen sturen natuurlijk 6 F-16's nog inder. En dat is keigoed, want die waren al lang over datum. Die begonnen met te stinken en zo. Dus het is goed dat die baten zijn. Enfin, we sturen 4 F-16's en 2 voor wisselstukken. Is de officiële uitleg van het Belgisch leger. Dat is geen mopje van mij, dat is een mopje van het Belgisch leger.
Dus die dingen zijn kei vroeg moeten vertrekken natuurlijk om voor zonsondergang te landen in Syrië, want die mogen niet vliegen s'nachts met die oldtimerplaat erop en zo. Dat verstaat ook. Die dateren van 1979, hè, dames en heren. Zo oud zijn die F-16's. 79. Toen stond YMCA op 1. De gast die in 1 ontfuizen was, was met de radio. YMCA. Toen. Zo oud zijn die. En daarmee gaan we ISIS aanvallen. We hadden beter een 4 gestuurd. Die dingen zijn gevaarlijker. Vliegt af en toe eens een stuk af zo. Poef, in 1 is een oog. Love you, Belgians. Oh. En het geheime wapen tegen ISIS, naar het schijnt, heb ik nog niet vernoemd, dat zijn vrouwen. Koerdisch-Turkse vrouwen die gaan strijden. En dat is het geheime wapen, want er is blijkbaar voor een extremist niks erger dan neergeschoten te worden door een vrouw. Hè? Dan krijg je 42 maagden niet, dan krijg je een dikke mol tot in de oneindigheid. En dat is in die regio natuurlijk wel spannend, want stel, je zit daar extremist, hè? Je wordt neergeschoten, gesneuveld als martelaar, je komt boven, je denkt eindelijk poepen. Hè? En Allah staat er. En wel, neergeschoten door een vrouw. Maar die had een snor. Ja, welkom in Turkije. Hè? Kom. Hier, andere rij, jong. Deze is voor haar. Dikke mo. Jammer. Allee, ja. Ik hoop eigenlijk dat het even kan blijven bestaan, de Islamitische staat. Want het is natuurlijk een enorme afzettingsmarkt voor ons exportproduct nummer 1, hè? Syrië-strijders. Daar zijn wij wereldleider in. Geen enkel land dat zoveel exporteert als wij, dus dat is toch... En dat is iets... We weten nog altijd niet goed wat het is, maar Syrië-strijders, dat weten we niet exact. Maar op zich is het niet erg dat er zoveel vertrekken, want elke Syrië-strijder dat hier vertrekt, trekt het algemeen IQ in België met een puntje naar boven. Dus... Weerom, je kunt dat ook positief bekijken, die ontwikkeling. Omdat we nog altijd niet goed weten wat dat zijn, Syrië-strijders. We weten wel wat het niet zijn. Het zijn geen vrome moslims. Dat al niet. Dat blijkt uit het feit dat het meest gekochte boek door Syrië-strijders, en dat verzin ik niet, Islam for Dummies blijkt te zijn op Amazon. En ook uit het feit dat als die gasten foto's terugsturen, dan is dat niet zo, kijk eens wat een grove moslim dat ik ben, in gebedshouding of met een Koran. Nee, dat is altijd met een kalasjnikov en zo'n Rambo-doek rond hun kop. Dus vrome moslims zijn het niet. Het zijn gewoon heel gefrustreerde jongeren. Hè? Het soort dat in Amerika hun klas neermaait met een machinegeweer, zijn bij ons degenen die naar Syrië vertrekken. Dus dan liever nog ieder. En we weten dat die de grootste lichten zijn. Dat weten we ook. We weten dat we niet het medicijn aan kanker kwijt zijn aan een van die gasten. Dat is. Dat zie je in die filmpjes ook. Dat is altijd, als er eens een knappe kop in beeld komt, is die met anders een kop. Ik bedoel... Nee. Dat is. En... Dat blijkt ook uit de anekdotes die terugkomen, uit de verhalen die terugkomen van Syrië-strijders met epic fails, dames en heren. Ik heb mij een breuk gelachen dit jaar. De goede terroristen zijn op, dat kan ik u vertellen. Echt, wat er nu overblijft zijn tweede provinciaal en caféploegen. Dat is al BNC-terroristen. Er is dit jaar een terrorist bijvoorbeeld een uur te vroeg afgegaan, omdat hij zijn eigen van zomeruur vergist had. Er is er een van Sharia for Belgium heldhaftig gesneuveld in Syrië doordat hij een telefoonpaal op zijn kop kreeg. Voet, telefoon! Wat? Hey. Wie heb ik aan de lijn? Allah, Allah. Niks Allah. Dikke mo, kom. Aanschuiven. Allee, man. Sharia for Belgium. We put de sneu in sneuvelen. Hè? Oef. Come on. Er is een zelfmoordterrorist geweest die alleen zijn eigen heeft opgeblazen met een anusbom. Ik wil sterven voor mijn overtuiging. Ah, kom maar binnen. Even over het bureau. Even hoesten. Ja, klaar. Je moest een of andere prins gewoon opblazen. Hey, alleen zijn eigen geslachtoffer. We weten niet wat er is misgegaan. Misschien had hem last van zenuwsketjes of zo. Hey. Of hij zei tegen iemand, hey, trek eens om mijn vinger. Kan. Oef. Hij had alleen zijn eigen geslachtoffer. Dus resultaat 1 een dooie en 6 omstanders zwaar gescheten. Dat ook wel.
Maar mijn absolute nummer 1 favoriete loser-terrorist van het jaar 2014, dames en heren, mijn absolute held, was een instructeur-zelfmoordenaar die voor een klas van 21 zelfmoordenaar-aspirant-leerlingen een bomvest demonstreerde met de laatste woorden: gasten, let goed op, ik doe het één keer vee. Met heel de klas op schoolreis naar het paradijs. Hè? Dikke mouw, vol leuk. Zou dat niet meer bij. Allee, man. Dit was ooit nog een mop van Billy Connolly, dames en heren. 10 jaar geleden. Dat is dit jaar gewoon gebeurd. Met heel de klas. We weten niet hoe exact weer, ook niet. Misschien was dat een stagiair, was die wat zenuwachtig. Hè? En was dat zo terreurklas 2C, typisch. Met die twee pestkoppen van achter op de laatste bank. Hè? Zo van... Hey, maar wat gaan we doen? Leggen we weer een punaas op die zijn stoel voor wat? Hey, nee, ik heb een beter idee. We wisselen die oefenvist in die echte vist op. Dat wordt lachen. Wat wow, doen dat? En vooral die gast die op missie is vertrokken met die oefenvist al, man. Je stond ergens op een drukke bus in Jeruzalem. Hallo, Akbar! I'm so happy! Oh, ik heb me rot geamuseerd, dames en heren. En dat moeten we blijven doen. We moeten die gasten zo lang mogelijk uitlachen. Want er is maar één bedoeling van terrorisme, dat is bang maken. Hè? Terrorisme wil niet zoveel mogelijk slachtoffers. Dat gaat over bang maken. En het enige wapen dat we hebben tegen angst is lachen. Dus zo lang mogelijk moeten we die gasten blijven uitlachen, vind ik. Want die angst wordt misbruikt door terroristen natuurlijk, maar wordt ook heel handig gebruikt door overheden en door grotere instanties nog om ons een beetje in een bepaalde richting te sturen. De NATO vraagt meer budget, bijvoorbeeld, voor de strijd tegen IS. He, wij Belgen zijn niet goed bezig, want wij geven veel te veel uit aan onderwijs en niet genoeg aan defensie. Je zou ook kunnen zeggen, misschien geven wij weinig aan defensie, omdat we slimmer zijn geworden van zoveel aan onderwijs te geven. Zo kun je het ook lezen. He. Maar wij zijn slecht bezig. Het Belgisch leger wilde ook meer geld. Hebben ze niet gekregen met de besparingen. Maar ik weet ook niet of het Belgisch leger per se meer geld nodig heeft. Ik denk dat ze al veel kunnen besparen met rijles. Want we zijn weer tof in het nieuws gekomen het afgelopen jaar met het Belgisch leger. Hè. De Hollanders hebben zich 3 dagen lang een breuk gelachen toen wij in Nederland met 5 Belgische panzers allemaal op elkaar zijn gekettingbotst. De eerste gooide alles dicht, want er kwam een tracteur langs de andere kant. Tracteur! Uitstappen, formuliertjes beginnen invullen. Allee, mannen. Die Hollanders lachen. Hè. Een paar dagen later in Mali, 4 militairen licht gewond. Die waren met hun jeep de gracht ingereden toen ze een put in de weg probeerden te ontwijken. Als er één leger ervaring zou mogen hebben met putten in de weg, dan wel het Belgische, me dunkt. Dus ik weet niet of we meer geld nodig hebben. Ik denk een beetje defensief leren rijden bij defensie, dat zou wel veel besparen. Hè? Maar we worden bang gemaakt, hè? Door de NATO bijvoorbeeld, bang voor ISIS. We worden bang gemaakt voor ebola, nog zo een ebola. Terwijl uw eigen beschermen tegen ebola is niet moeilijk. Hè? Wat blijkt, witte schoenen, wit pak, wit kapje, wit zijn is genoeg eigenlijk. Hè? Als blanke 100% overlevingskans, dat is gelijk politiegeweld in Amerika. Ik maak me geen zorgen. Sorry voor de donkere mensen in de zaal. Kunnen wij misschien wit schilderen, maar dan krijgen we weer zo'n witte pieten-discussie. Is dat wel eerlijk? Allee, zwart, alleszins. Bang gemaakt voor ebola. Bang gemaakt voor een blackout. De stroom gaat het vallen. Is dat zo, mensen? Of is die blackout misschien onze Y2K millennium bug van 2000? Weet je nog? Het jaar 2000 komt eraan. Mijn god, vliegtuigen gaan uit de lucht vallen. Kerncentrales gaan ontploffen. De wereld gaat om zeep. En we telden allemaal samen af. 31 december 1999. 3, 2, 1... Jos, pintje? Pintje is goed. Ik weet het niet.
Allee, ja, het komt een paar partijen nogal goed uit, vind ik, die de blackout eventueel. Maar dat gaat niet gebeuren, want de Belgische overheid beschermt ons natuurlijk. Ze hebben het beste bescherming gevonden om ons te beschermen tegen het feit dat de elektriek zou uitvallen. Namelijk, we zetten hem zelf af, ik kan hem niet meer uitvallen. Beetje een vinte oplossing zo, hè, vind je niet? De elektriek uitvallen, pjoe. Nou, ik kan hem niet meer uitvallen, hè, ik ga goed. Pintje, heb ik yes. Of enfin, ze zetten het in de helft af natuurlijk, dat is waar. En alle chance dat Bert De Wever geen minister van Energie is, of ik wist welke helft er eerst ging uitvallen. Pjoe, beeldig! Al weet ik niet of dat in Wallonië opvalt als de hele driek eruit valt. Dat is misschien dinsdag daar. Dat gaan. Pjoe, beeldig, c'est mardi, déjà. Maar chouf. Ik weet niet. Maar we zitten aan het Grieks zelf af. Het afschakelplan. Hè? Het afschakelplan. En daar zit een volgorde in natuurlijk. Hè? Er zijn bepaalde regio's die eerst uitvallen voor de anderen. En dat hadden ze topgeheim moeten houden, hè, dames en heren. Hadden ze ons niet mogen vertellen, hè? Wie dat er eerst gaat. Dat is geen goed plan. Hè? Want Daniel Termont kwam al zagen, omdat Gent uitvalt voor Antwerpen, had hem niet mogen doen. Hè? Ah nee, hè? We hebben met heel Antwerpen intussen al lang afgesproken. In januari zet iedereen om 7 uur tegelijkertijd zijn dampkap aan. Deur van de frigo open. En Daniel begint al te flikkeren. Hey! Nee. Wacht, een haardroger erbij. Pjoe. Zeg, verdomme, zeg, wat is dat geluid? Oh, dat is de ziekse voor, we hebben die nog eens laten terugkomen in januari. Oh. Had niet mogen doen, hè, mensen. Hai. Maar we zullen wel zien. Intussen krijgen wij van de overheid allerlei tips om ons te beschermen tegen de blackout. Hey, bijvoorbeeld, het zou goed zijn als iedereen terug in één pot gaat koken. En dan eten het een trog. We zijn achteruit aan het gaan, hè. Ik zeg het. Niet douchen tussen 5 en 8, maar dat is hier geen probleem precies. Goed gedaan. Of de thermostaat 1 graadje kouder zetten, blijkt ook veel te doen. Dat doet de overheid elk jaar, hè? Dikke truiendag heet dat. Dan zetten ze in alle openbare gebouwen de thermostaat 1 graadje kouder. Dat is fantastisch wat je dan ziet. Dan zie je zo ambtenaren ineens terug beginnen bewegen, zo van... Ik heb ooit opgetreden op Dikke Truiendag. Samen met Bert Gabriels was dat. In de gebouwen van de Vlaamse overheid. En dat zijn die glazen gebouwen in Brussel. En de zon stond erop, dus dat was van zijn eigen al aan het opwarmen. Toen hebben ze zelfs de airconditioning een tandje moeten bijsteken om die graad kouder toch te realiseren. Wat is gelukt, dus dat was mooi. Ik weet het niet. Een blackout. Het past nogal goed in het bangmaakverhaal, vind ik. Hè? In het op peil houden van het onveiligheidsgevoel. En dat speelde veel te hard weer. Hè? Tijdens de campagne ook, met de verkiezingscampagnes. Ik durf na zonsondergang niet meer door mijn eigen straat lopen. Wat is dat nu, zeg? Meer blauw op straat. Daar ga ik voor. Echt. Hoppakee, meer blauw op straat. Zie, hè? Nee, serieus. Het is niet onze schuld dat jij niet meer op straat durft te lopen. Hè? Dus dat jij een bange scheid bent gewoon. Dat ligt niet aan de straat. En zeker niet aan nog meer blauw op straat. Wij hebben nu al het grootste politiekorps van alle omliggende landen. Nu, wij hebben 3,5 flik per 1000 inwoners. En op een of andere manier heb ik altijd die een halve aan mijn deur. Ik weet ook niet hoe dat komt. Die 3 anderen lopen ook nog ergens rond, waarschijnlijk. Maar alleszins, het onveiligheidsgevoel is vooral dat, een gevoel. En jammer genoeg zijn wij Vlamingen, zo blijkt, de bangsten der Belgen. Dat is onze titel. Wij blijken veel banger te zijn dan Walen, Brusselaars, dan Fransmannen. Wij zijn gewoon zo bang tot op het niveau dat een schooltje het Hasselt niet meer op klasreis durft naar het gevaarlijke Brussel. Want dat is conflictgebied. En de kogelvrije visjes waren op in de kleutermaatjes en de helmjes te groot. Die gingen erover en die voetjes eronder zo. Allee, dat was goed te doen. Of de Vlaamse ambtenaren die durven niet verhuizen naar een nieuw gebouw in Brussel, want dan moesten ze door een schunnig parkje.
Heb je vakbondsman gezien die dat vertelde op nieuws? Ja, dan moeten wij door een park, daar wilde niet doorlopen. S'avonds, als het wat donker is. En die gast van het journaal filmde over zijn schouder. Dat park, dat was zo een speeltuintje met een schommel en een kleine met een appelsapje zo. Hoe dat wij ooit die gulden sporenslag gewonnen hebben, hè, dames en heren. Het is mijn raadsel. Oh, wij worden bang gemaakt, angstig gemaakt voor van alles. Het komt namelijk goed uit bij de verkiezingen ook. Hè. Angst heerste ook tijdens de verkiezingscampagne. We hadden een dag voor de verkiezingen die een aanslag in het Joods museum. Moord, maar aanslag klinkt beter. Bart Wever ging het leger inzetten voor de beveiliging van het land. Laat dat leger nou even in de kazerne. Die moeten met de notto komen en zo. Dat is niet zo'n goed idee. Grommend leger. Oh. Enfin, het eindresultaat de dag daarna was alleszins een enorme zwaai naar rechts. We hebben momenteel een rechtsconservatieve regering. Met een interessante verkiezingsuitslag op zich, vond ik. Het Vlaams Belang bijvoorbeeld is irrelevant geworden. Maar ja... Wie heeft er Vlaams Belang nodig als Theo Franken, uw staatssecretaris van deportatie... Migratie. Sorry. Vergeet het eufemisme altijd. Het is migratie en asiel, zo is het. Of asiel en migratie. Enfin, Theo Franken, of zoals ik hem noem, Franken Theo. Zijn naam namelijk. En, hij is er natuurlijk niet mee, hè, Franken Theo. Die kaalgeschoren kop, die diepe ogen, die kas, die botten. Dat je komt eten en je belt s'avonds aan. Afmaken! Schiet ik ook in mijn broek. Maar, dus, Vlaams Belang, irrelevant. SPA, een beetje doodgebloeid. CD&V, wat behouden zeggen. Groen, wat gestegen. Gewoon. Open VLD, stand gehouden. Dankzij Maggie de Blok, zegt Gwendoline Rutte. Gwendoline noemde haar het boegbeeld van de partij. Kleine tip voor Gwendoline. Ik zou dat boegbeeld niet van voor aan de boot hangen. Beter in het midden. Maar pas op. Niet, hè. Niet dat dan deze die kant op gaat. Hè. Niet, hè. Ik vond die tweets heel goedkoop over Maggie. Hè. Toen dat ze minister van Volksgezondheid werd, ik vond dat echt goedkoop. Hè. Zo van die tweets van een obese minister van Volksgezondheid. Wat is het volgende? Een ambtenaar is minister van Werk, of wat? Vond ik heel goedkoop. Doet dan deze niet al mee, dames en heren. Ik vind, je moet kijken naar inhoud. En mag je inhoud genoeg. Dus, wat hebben we nog? Ah ja, natuurlijk, de grootste of de meest opmerkelijke uitslag van de verkiezing natuurlijk een enorme winst voor N-VA. Een gele golf over Vlaanderen. Wat een beetje schattig was vlak daarna, want die partij heeft natuurlijk altijd vanuit de oppositie als protest geleefd. En je moest nu als overwinnaar bovenkomen. En je zag dat Bart het nog niet helemaal goed wist. Hoe overwinnerig moeten we zijn in de speech? Hè? De overwinningsspeech was heel schattig. Hij zei, we verenigen eerst de Vlamingen en dan trekken we samen de taalgrens over. Dat was iets te veel, gladiator. Bart. Want ik had zo allemaal visioenen in mijn kop van Bart de Wever in een harnas met een wapperende Vlaamse leeuw. Hè? Ergens in Oudenaarde aan de taalgrens in de regen. Met een leger militanten erachter. En dan zo, Vlaanderen den leeuw! Die een taalgrens over. Langs de andere kant zo drie walen op een tracteur met een beerkar en een lachouf. Ah, les Flamands! Hè? Het Vlaams panzerleger erachter. Pas op mijn tracteur! Slagveld! Maar het was een interessante uitslag. Het, het werd gevolgd door typisch Belgische formatieweken. Een Belgische formatie, een regeringsvorming is typisch. Ofwel gaat er voor tekort, maar ja, dat hebben we nu echt wel fatsoenlijk gesteld. Dus ofwel gaat er voor een formation à la Belge. Formation à la Belge, dat wil zeggen, je doet eigenlijk geen kloten totdat de bevolking het echt kotsbeu is. Dan wordt er één iemand kwaad, vergaderen we een nachtje deur en dan hebben we regering. Zo gaat het. Dat is formation à la Belge. En het enige grappige nu was wie dat er kwaad moest worden. Want de pers moet minstens één keer goed de theater, moet ze kunnen schrijven. Maar deze keer had Wouter Beke het kortste strooitje getrokken. Wouter Beke, boos, dat is kei schattig. Boos, natuurlijk zit je boos, meneer jongen. Dat is gelijk een kwaaie cavia, daar kun je toch niet serieus pakken? Maar doet er niet toe, het is toch gewoon theater. Dag daarna hadden we een regering. En dat gaf ook ten koste natuurlijk van Chris Peeters.
Chris Peeters, die eigenlijk premier ging worden, dachten we heel lang. En dat was zo'n beetje pijnlijk. Hij had zelfs speciaal lessen Frans genomen, zei hem. Dat was ook een beetje stom, want om op dit moment premier te zijn van dit land, moet helemaal geen Frans kunnen, hè. Je moet ook geen Vlaams kunnen. Je moet gewoon andere eigenschappen hebben. Bijvoorbeeld een heel ruime anus moet je hebben. En een gemakkelijk toegankelijk darmkanaal. Dat is al wat je nodig hebt. Waar de arm van de schaduwpremier perfect in past om u te laten zeggen wat er gezegd moet worden. Dat is wat je nodig hebt, hè? Een soort Samson zo. Charleston. Charleston Michel 1. Wow, Bartje. Luister jij nog naar Kadri? Waarom Charleston? Ga je toch aan bras met die rossen? Nee, Charleston, met de sosse. Oh, jomme, jomme, jomme. Dat is al. Dus dat verklaarde ook veel over de installatievergadering. De eerste vergadering van de Kamer, van het parlement. Hè. Een nieuw verkozen regering was zo heel verwarrend, vond ik. Enerzijds hadden een premier, een Waal, die vloeiend Nederlands sprak. Zo, hè. En tegelijkertijd hadden vanachter op de banken allemaal NVA'ers die aan het knikken waren, terwijl er toch een Waal aan het woord was. En die had er op groepsweekend in Dardenne toch geleerd. At de Waal klap, moeten ze dat doen, hè. Die zat toch... Nee, ah, foute beweging in de nek gemaakt. Ah, chiropractor erop. Lorette Onkelings die door binnen waaide. Lorette Onkelings, of zoals ik haar noem, Lorette... Onkelings. What the fuck was dat, dames en heren? Wat is op die een tampon gesmeerd? Cayennepeper? Come on. Hey. Jezus, hey, dat was er een pieken over, hey. Come on, man. Ze was wat gepassioneerd, schreef ze in de pers. Als ik vroeger zo gepassioneerd was, ik mocht een kwartier in de hoek gepassioneerd gaan zijn, hè? Hey. Wat kwam die eruit, man? De nazi's zijn het parlement binnengemarcheerd. De nazi's. Dat is een beetje te veel krediet geven, hè? Come on. Hé, hey, als de nazi's in het parlement hadden gezeten, hadden we wel een fatsoenlijk wegennet gehad tegen nazi. Zeg, de nazi's. Er zitten wat foute gasten bij. Akkoord, maar de nazi's. Hey. Frank en Theo met zijn kutmarokkantjes, dat is een beetje fout. Ik bedoel, Jean-Jean Bon met zijn collaboratie. Iedereen zal wel een reden hebben gehad. Dat is een big fout. Hè? Dat is zo hier fout. Zo. Sven Ornelis en dan hier. Zo, daar. Q-music fout. Zo fout is dat. Ik denk dat die gasten af en toe wel eens een foute faaf organiseren. Dat denk ik wel. Met de vrienden van het VNV. Hè? Zo, allemaal verkleed en al. En dan DJ Frank en Theo, zo wat plotjes draaien. Kut Marokkaantjes, tik het naar het oostfront om bij jou te zijn. Dat denk ik wel, zo met die onschuldige feestjes. MC Jean Bon erbij. Kent u deze oude hit nog? Collaboratie, collaboratie. Iedereen had zo wel zijn reden. Oh, dat denk ik wel. Fout, oh ja, nazi's. Hè. Het is gewoon even winnen, hè, voor ons. Enfin, voor ons, voor... Het is even wennen voor veel mensen natuurlijk. Een rechtsconservatieve regering, dat zijn wij niet gewend. Een Zweedse coalitie, waar niet veel Zweeds aan is natuurlijk. Dan, behalve dat er in de Kamer evenveel aan bras wordt gemokt als in een IKEA. Dat is waar. Hè. Voor de rest is, en dat de belastingen bij ons ook superhoog liggen. En in Zweden liggen ze ook keihoog, dat ook. Dat is, er ging dit jaar zelfs een artikel rond uit een Amerikaanse krant over de belastingen in Amerika, de belastingsdruk. En die een titel was... Cheer up, you could be living in Belgium. Hey. Nummer één waren wij. Maar in Zweden zijn de belastingen ook keihoog. Dat wou ik al vertellen. Die hebben daar een zot systeem. Ik ben er geweest deze zomer. En in Zweden hebben ze dus keihoge belastingen. Maar die krijgen er daar ook keiveel voor terug. Dat is een zot systeem, hè? Allee. Zo kan het blijkbaar ook. Dat is een idee. Moeten we ook eens iets mee doen, denk ik. Bij ons is Belgisch staatsburgerschap eerder de lotto winnen. Hè? De lose for life. Zo. Elke week komt er 1000 euro van uw rekening. Yay! Ah, maar ja, het is gewoon winnen. Het is voor veel mensen winnen. Hè? Het is natuurlijk zijn besparingen, want ja, het is crisis. Hè? Dat weten jullie allemaal. Het is crisis. Hè? Weet je nog, toen het geen crisis was? Kan er iemand een jaar zeggen dat het geen crisis was? Het is... Balken, 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 balken.
Nee. Tuurlijk niet, het is crisis. Jullie weten allemaal, die is veroorzaakt door de misbruiken van de sociale zekerheid. Leefloners met 4 appartementen en profiteurs en zo. Die zijn de oorzaak van de bankencrisis. Dat is... Wacht, hier. Balken. Ja, maar dan vind ik... Nee, vakbonden werkgevers. Hier, oké. Okay. Oh, ik weet het niet. Dus, crisis, dat kan. Dat moet natuurlijk allemaal besparen, hè. Gwendoline Rutte zei, de burger moet leren een knop om te draaien. De burger, hè, niet de kiezer. De burger... Ze moeten leren een knop om te draaien. Ik dacht, ja, die van de Plon General had een hele trick strak uitvalt, zeker. Maar er is geen alternatief, natuurlijk. Dat weten jullie ook. Hè? Tuurlijk is er geen alternatief. We moeten... Wat? Ah. Nee, toch een alternatief? Oei. Oeh, jij hebt ook een alternatief. Jij ook? Kloppen even op geen alternatief? Oké. Goed. Ah, nee. Nee, als er echt geen alternatief was, dan zou je het niet zo hard moeten roepen, denk ik. Zo, er is geen alternatief. Dan is er meestal wel een alternatief. Hè? Dat is gelijk Vladimir Poetin. Ik haat homo's. Dan heb je zelf een beetje te verbergen. Geloof dat deze niet. Maar ik weet het niet. Het is natuurlijk... Ja, we zitten met een bankencrisis. Ja, dus we zitten met een enorme staatsschuld. Hè? Die moet afbetaald worden. Dat weten jullie ook. Staatsschuld is veel te hoog. En die moeten we terugbetalen. Met rente. 12 miljard rente op die staatsschuld. Aan wie moeten we die terugbetalen, die rente en die staatsschuld? Voor een groot stuk aan grootbanken, die we 6 jaar geleden hebben gered met belastingsgeld, waardoor we nu een beetje in een crisis zitten en die we de rente aan die grootbanken van niet goed kunnen terug... Balken! Ik weet niet. Ik had zo'n idee. Ik vind dat wel raar. Misschien moeten we niet zo bezig zijn met een indexsprong. Misschien kunnen we eens denken over een rentesprong. Hè? We betalen 1 jaar geen interest op de schuld. We betalen kapitaal, krijg je allemaal terug, maar die interest gewoon een jaar kan afhouden. Iedereen moet een tandje bijleggen. En ja, je hebt een beetje stout geweest vorig jaar. Dan besparen we 12 miljard. Hé, dan zijn we er al. Zit je van Pelis op een vliegtuig naar Maleisië? Wat? Dat is maar een ideeke. Nee, ik vind een paar dingen een beetje raar namelijk. We moeten gewoon besparen, hè? Ja, want het geld is op. En dat is een beetje raar. Want wij Belgen zijn de 3e meest vermogende mensen in de wereld. De 3e rijkste mensen van de wereld. Je hebt Zwitserland, Verenigde Staten, België. Wij zijn de rijkste gezinnen van de Europese Unie. Nummer 1. Wij zijn de grootste kava-drinkers ter wereld, by the way. Wij hebben ook ongeveer de beste inkomensverdeling ter wereld. 1% van ons is miljonair, 10% is arm. Dus wij zijn eigenlijk de rijkste mensen ter wereld. Wij betalen de hoogste belastingen ter wereld. Maar het geld is op. Hier klopt dit niet, hè? Iemand heeft het geld op de rooster geteld. Ook een Luxemburgse rooster, dat kan ook. Daar heeft hij iets aan plakken. Hè? Ik weet het niet. Ik vind, misschien ligt het niet aan het feit dat wij met z'n allen niet genoeg geld erin pompen. Misschien ligt het een beetje aan hoe dat er met dat geld wordt omgegaan. Een kleine tip zat voor mij al in een uitspraak van Jan Peumans. Die reageerde op de vraag mee, moeten de regeringen zelf ook niet wat besparen? Zei hij, ja, wij niet, want wij zijn de zuinigste regering van het land. Dat is een rare zin, hè, dames en heren. Wij zijn de zuinigste regering van het land. Dat is een rare zin. Van de 6 bedoelde hem. 6. Ik denk, misschien kunnen we daar al wat managementkosten besparen. Ik weet het niet. Misschien ligt het niet aan het feit dat we niet genoeg geld geven. Misschien ligt het aan het feit dat de mensen die het geld beheren niet zo goed met geld kunnen omgaan. Dat bleek dit jaar nog eens toen de raad van bestuur van de restbank Dexia aan Koen Geens, minister van Financiën toen, kwam vragen. Zeg, Koen, nou zitten wij al een jaar te overleven op dat hongerloontje van 290.000 euro per jaar. Kunnen we niet een klein index aanpassingsje doen? Nu veel, 30% of zo, naar 450.000. En Koen Geens, die eigenlijk had moeten antwoorden met... In een kot! En rapsen, hè! Zit er niet beschond! Zij in plaats daarvan... Ah ja, je hebt wel een goed punt. Ja, zeker, want we hebben mensen nodig met speciale competenties. Sinds wanneer zijn hebzucht en schaamteloosheid speciale competenties? Schrijf me gewoon op de cv. Dat lijken mij eerder incompetenties te zijn. Zit er geloof ook zo vloeiend drietalige noties schaamteloosheid? Oh, welkom bij de firma.
Pas op, het interesseert me geen hol hoeveel iemand anders verdient, hè. Mark Koeken, 2 miljard, kaplazant voor Mark Koeken. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om wat voor profiel dat je aantrekt door een verloning van 450.000 euro ergens op te zetten. Want dat soort volk hebben we niet nodig. Ja, zeg Koen Geens, maar if you pay peanuts, you get monkeys. Ja, dat is waar. If you pay gold, you get gold diggers. En dat soort volk hebben we niet nodig om onze banken te leiden. Dat zijn namelijk de figuren die ons 6 jaar geleden naar de rand van de financiële afgrond hebben geleid. En die speciale competenties wil jij daarna terugzetten? Dat is gelijk kapitein Schettino terug achter het roer van de Costa Concordia zetten. Zo. Hij probeert nog eens, Schettino. Je doet voor dat eiland, hè? Ja, ja, wow! Dat is dat, hè? Dat is een veroordeelde pedofiel terug pastoor maken. Dat doen we toch? Enfin, dat doen we wel. Maar dat zouden we nog niet mogen doen. Speciale competenties. Ik vond hem zalig. Weet je wat Koen Geens zei? Als we dat niet betalen, hè? Als we dat niet betalen, dan vlucht het talent naar het buitenland. Laat ze gaan, hè? Stuurt ze naar IS, laat ze daar de boel van de kloten helpen. En weet je wat je doet? Hè? Pak de geheime wapens van IS en zet die in onze banken, man. Vrouwen, dat hebben we nodig op de top van onze banken. Geen venten die bekend zijn van 30 seconden om bevrediging te geraken. Zo klinkt een vrouwelijk applaus. Nee, maar ik ben ervan overtuigd. We hebben vrouwen nodig. Geen venten die binnen de 30 seconden gewend zijn van bevrediging te krijgen, maar vrouwen die gewend zijn om op lange termijn bevrediging te gaan of op nooit tot bevrediging te komen zelf. Die kunnen blijven zagen over details ook en hakken. Die op een vergadering iets wat jij 10 jaar geleden hebt gezet, kunnen terug herinneren en bam, midden in die vergadering. Dat hebben we nodig. Zal wel zijn. Echt. Nee, dan is het ergste wat er ooit kan gebeuren in de bankenwereld geen crisis, maar solden. Dat is het spannendste moment. Ik ben ervan overtuigd, mensen. Meer vrouwen in die meer vrouwen aan de top van onze banken en ook meer vrouwen in onze regering. Wat is daarna? We waren keigoed bezig met onze regering. Ons land werd geleid door 3 vrouwen en een homo. Dat is een Zweedse coalitie. En je moet nazien, dat is weer zo'n verzameling blanke, oude, heteroseksuele venten. Precies een parenclub uit Sint-Truiden op dinsdag zo. Stik er wat vrouwen in, een beetje passie, wat sexiness, wat leiderschap ook. Dat missen wij ook, hè. Leiders. Echte leiders. Ik bedoel, Vladimir Poetin, moet zeggen wat je wilt, maar dat is wel een leider. Dat is een ex-paracommando, ex-KGB, zwart aan band, judo. Dat is een fucking leider. Onze leider die had 10 op 10 voor Latijn. Dat is niet... Of, ding is, Barack Obama, dat is een leider. Weet je, dat valt op als hij ons bezoekt, dat wij dat niet hebben. Als je Barack Obama naast Geert Bourgeois zit, dat is een soort zwart-wit fotonegatief. De Barack. Ik was al blij dat hem wou komen, hè? Na al die racistische shit dat we over hem in de gazetten hadden gezet. Weet je nog? Een open cartoon van de Obama. Ah, lachen, hè. Dan gaat de wereld rond, hè. Ja, Obama is een hoop, hè. Oh. En dan gingen we dat een dag daarna goed maken met een grote spiegeloos van een Obama. Oh, toen van Zwitte Pieter Hoekstok, de neger. Echt. In de New York Times. Belgium makes up for racist cartoon by baking racist cookie. Hey! We hebben nog juist geen tros bananen als een vliegtuig gesmeten naar dat land en zo. Hé, hey Obama, oeh, hé. Moet je kunnen lachen, hè? En ik vroeg me toen echt af, want landen worden gechoqueerd, hè, bij ons. Ik vroeg me echt af, zijn wij dan racistischer dan andere landen? Of zijn wij gewoon wat klunziger, zo? Snappen wij dat niet goed, dat wat fout is? Zijn wij zo wat die zatte onkel op trouwfeest, zo? Als België, hè? Doe met je kravat op zijn kop en dat je dan met mijn gekleurde vriendin binnenkomt. Ah, hoelu hoelu! Inza, inza, ja. Is dat dat? Ik hoop dat, hè. Dat is. Ik hoop dat als Hillary Clinton ons ooit bezoekt, dat wij daar dan staan met zo'n doorstaan pols. Hey, Hillary, is voor de foeve uit, bloed, hey! La, 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 la. Ik hoop dat het dat is, hè. Want ik wil niet geloven dat wij racistischer zouden zijn dan andere landen. Maar ik denk wel dat wij toleranter zijn tegenover dingen die andere landen racistisch beschouwen. Dat wel. Zeker wel. Kijk naar de Zwarte Pieten-discussie. Dat is bij ons geen issue. In Nederland is dat, er lopen Zwarte Pieten rond met blaffers. Hè? Blafferpiet, heet het daar.
En bij ons was het gewoon eens wit, dikke lippen, is toch ook jij, wat is het probleem? Ik denk dat wij er toleranter voor zijn, een beetje klunziger, ja. Koningin Mathilde, die de verkeerde goalmaker feliciteert met WK. Origi had heldhaftig gescoord en tegen Lukaku proficiat met uw goal. En de Lukaku, dat is een andere neger, schat. Een andere nummer op de buikmotion. Maar dat is niet expres, hè. Ah ja, uiteindelijk is hem gekomen door Obama naar België. En, we hebben het geweten, want heel Brussel werd afgezet. Alle straten afgezet uit veiligheid. Want ja, stel dat er nog eens een Amerikaanse president wordt vermoord buiten Amerika. Dat is nou nooit gebeurd, hè. JFK, Lincoln, Reagan, dat is kinder, hè, dat die zotten met die wapens rondlopen. Maar misschien hadden de Amerikanen gebeld met de Vlaamse ambassade. En nee, er is hier een persje waar je niet deur wilt reizen, maat. Die kleuter zit daar nog. Oef. Heel Brussel afgezet. De dag daarna, heel Antwerpen plat voor die andere voorkram. De Sinkse Voort, met een enorme machtsontplooiing tot gevolg. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien opnieuw. Het was echt grellig. Zo. Brandweerwagen, combi, ambulance, theepot, die flosh, terug die brandweerwagen. Spannend. Bart de Wever weer direct, we gaan het leger inzetten tegen de voorkomst. God, dat leger na 5 minuten met rust. Trouwens, die zitten vast in de botsauto's. Kom op. Terwijl die voorkramers waren al heel de dag ontoefenen in de schietkramen. Pak maar iets van de bovenste raai. Die dikke panda, die pak ik mee. Oeh. Oh, man. Maar van de voorkramers hebben we tenminste niets teruggekregen. De voorkramers hebben het goed gemaakt aan ons. Weet je nog? Met een 2-euro-dag daarna. Alles aan 2 euro. Sorry voor de overlast, man. Okay. Een soort kerstbestandje. Hè? Van de Obama hebben we niks teruggekregen. Hè? Zo een nieuwe kernraketten voor kleine Brogel. Bedankt, hè, onkel Obama. Kernraketten, wie gebruikt er dan nog? Come on, drones, satellieten en zo. Lasers, nee, kernraketten. Zo. Maar wat heeft Michelle Obama gekregen voor de kerst? Een Tamagotchi? Hey. Of een Rubik's Cube, waar kom je aan mee af? Achteraf bleek waarom dat we die raketten hadden gekregen. Die passen toevallig alleen op zijn F-35 Amerikaanse straaljager. Je moet er wel bij kopen. Bedankt, Obama. Hier is een binnenband. De auto moet er wel bij kopen. Oké. Zwat, hè? Ik was er toch gaar bij geweest. Oh. Ik was er toch gaar bij geweest, hè? Bij de officiële ontvangst van president Barack Obama. Door de koning, de koningin en de premier. Dat moeten toch boeiende gesprekken geweest zijn daar, denkt u niet? Hè? De premier, toen nog Elio Di Rupo. Ah, Mr. Obama, welcome to the Belgium. What have you been doing lately? Lately I've been engaging in diplomatic talks with Russian President Vladimir Putin to ensure that the situation in Ukraine will not escalate into World War III and a possible nuclear holocaust. What have you been doing lately? We have a law now in Belgium that a baby can have the name of the mommy and the daddy. Yeah? And we got the stofzuigers. Wait. And we got rid of the rosse frangeskes. The what? The little brown ones, they have to go, eh? There's too much little brown ones. You don't? No? Yes? Brown niggles. You don't have brown niggles in your country? In your pockets all the time, cost a lot of money? No. What? Yeah, we put them in the oven and we burn them, eh? So here's a cookie from yourself. Hey! Zwarte Piet, it's you. Black Dick, it's you. You know him? Yeah? Okay. Koningin Mathilde erbij. Proficiat met uw goal. Man. Oef. Oh. Ik was er jaren bij geweest. Ik was er jaren bij geweest om nog eens een echte leider te ontmoeten. Alhoewel,
dat Barack Obama ook al veel van zijn pluimen kwijt is gerokt. Een echte leider die zou ik graag niet zien hier. Een echte leider dat is er een die verenigt in plaats van verdeelt. Dat kennen we hier niet. Hè? Zo'n president Mandela, Martin Luther King, dat zijn leiders. Hè? Die van ons die verdelen, die graven nieuwe loopgraafjes en die duwen ons erin. Kiest maar uw loopgraaf. Je hebt links tegen rechts, vakbonden tegen werkgevers, stakers tegen niet-stakers. En wij zitten allemaal klaar. Ik denk, als we een kerstbestand willen, zullen we het zelf moeten doen. Het van hierboven gaat het niet komen. Houd uw proper onderbroekjes dus maar goed bij. Hè? De rode duivels scoorden vlotjes, maar het was bekend gedaan. En Suarez stilt zijn honger met een hapje Italiaan. Er wordt gefeest, gevierd, gedronken door Kamal en Jan met Pet. Maar niet te vrolijk of je krijgt een boet van mamazel Milket. Die had een rondzendbrief rondgestuurd met WK dat het was verboden van vreugdecaravans. Dat is verboden, hè, van vreugdecaravans. Dat is toch. Er stond nog geen gasboeten op schabouwelijk Nederlands toen. Vreugdecaravanen. Dat is iets anders, hè. Vreugdecaravans, dat zijn die caravans die je om 3 uur 's nachts op de camping... Dat zijn vreugdecaravans. Maar bon. We zijn Belgen bij het voetbal, Vlaming in het stemlokaal. Maar wie laat zich definiëren door een vlag of door een taal? In Berlijn wordt er gevierd, een kwart eeuw na de muur er viel. Andere tijden, zelfde muren, nu onzichtbaar en subtiel. Maar ik overleef. Ik overleef. Ik neuk wat mieren bij mekaar. Ik haal wat muggen door een zeef. Ik ben het onkruid op de mesthoop van een zinkende planeet. Ik sta van voor op de Titanic als ijsberg verkleed. Ik overleef. In heel België stikt de vakbond. Alle scheren niet in brand. Thatcher staat op uit de doden en besmet het halve land. Zigeuners worden weggejaagd met Vlaamse hits en Duitse slagers. Wat vroeger schorremorrie was, zijn nu onze ambtsdragers. En zigeuners wegjagen met lawaait. Dan ken je geen zigeuners, hè. Dan heb je nog nooit even een straatmuzikant op de metro in Brussel gezeten, hè. Met een toeter op zijn viool. Die gasten kunnen wel lawaai aan. Voor die gasten klinkt de greatest hits of Sam Goris gelijk een meditatie-cd van Walvis geladen, waarschijnlijk. Maar bon. De wever voert een war on drugs, on terror en on straatkabaal. Een war on profiteurs, migranten, sossen en de Waal. Tegen nachtwinkels en stakers en voor kramers met hun flos. De enige die de dans ontspringt, rijdt met een dikke Porsche. En met 2 verschillende nummerplaten. Maar dat is niet zo erg, want hij kent Jan Jambon. Maar ik overleef. Ik overleef.
Ik neuk wat mieren bij mekaar. Ik haal wat muggen door een zeef. Ik ben het onkruid op de mesthoop van een zinkende planeet. Ik sta van voor op de Titanic. De champagne staat gereed. Ik overleef. Robin Williams tapt een mop bij Sint-Pieter aan het onthaal. Humphrey Bogart kijkt verliefd in de ogen van Lauren Bacall. Jan Hoed schrijft een recensie over kunst achter de maan. En Voske zingt van Mia, alleen Elvis blijft bestaan. Vlaamse velden staan papavers tussen kruisen rij aan rij. En rij aan 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 rij. Maar fuck it, plots genoeg zit er nog een raken bij. Een rij aan rij aan rij aan rij aan rij aan rij. Allemaal aan rij aan rij aan rij aan rij. Doden hadden wij nogthans gezworen, zij aan zij, van nooit meer oorlog, plus jamais, ni vide, ni kak da bullshit. Maar fuck it, plots genoeg, zit er nog een rijke bij. Maar niet voor mij. Ik overleef. Ik bouw kastelen in de modder van de loopgraaf waar ik leef. Blik op oneindig en verstand op nul, dat riep de generaal. In de verte klinkt een fluitsignaal, ten aanval allemaal. Dank u wel. Merci. Dank u wel. Merci. Bedankt om te komen allemaal. Goedenavond nog. Dank u wel. Merci, Arenburg. Oké. Al smoeken. Dank je wel. Tot volgend jaar. Merci. Tot ziens.